Boyo, wat de hel is dit? Kijk dan joh, het is gewoon helemaal naar binnen geregen. Je hebt er echt geen idee. Zo, dat betekent dat ik het ook niet had hoeven doen. Gebeurt hier nou weer dan? Vliegt ineens een vogel naar binnen. Simba is ook klaar om te vangen. Kijk eens even wat een water hier op de weg moet. Het heeft zoveel geregend vandaag, dat is echt niet normaal. Bon dia mensen, mijn naam is Luis Wichsel en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog vanuit Curaçao. Mocht je je afvragen waarom ik er een beetje moe uitzie, ik ben net in slaap gevallen samen met Nala op het bed. We waren lekker aan het knuffelen, ik en Nala, en toen was ik gewoon lekker in slaap gevallen. Dus het is nu tijd om even wat middag te gaan eten. En Claudia heeft wat lekkers voor mij gemaakt. Boah, daar zeg je u tegen. Ik zal het er even bij pakken. Daar is het dan mensen, mijn heerlijke salade die Claudia gisteren heeft gemaakt. Zij vroeg aan mij, zal ik een lekkere salade voor jou maken? Dat is waarschijnlijk niet nodig. Toen zei ik, ja doe dat maar. Dan eet ik dat morgen wel als lunch op. Ik heb geen idee wat er allemaal in zit, maar ik zie al kip, ui, paprika, spinazie, kaas. Ik gooi er even wat mosterdillensaus overheen. Dan wordt die nog iets beter van smaak. En ik zag dat we nog wat in de koelkast hadden liggen. Misschien gooi ik dat er ook nog wel even overheen. Van die smoked deli turkey chicken. Het is ook wel nice. We gaan eens even lekker eten. De bedoeling was eigenlijk al dat ik helemaal had gesport en zo. Maar ik denk dat ik maar gewoon even op Claudia wacht tot die eindelijk thuis komt. Dan gaan we gewoon lekker samen sporten in de sportschool zometeen. Jullie weten natuurlijk allemaal dat ik niet zo van een salade hou. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij was best prima. Maar dat komt ook een beetje door de mosterdillen. Want mosterdillen is een beetje zoals chilisaus. Als je dat eroverheen gooit, dan is het eigenlijk altijd goed. Ik ga nog even snel hier de keuken opruimen, want we hebben gisteren lasagnette gegeten. En je krijgt daar zo'n troep van altijd. Claudia komt zo thuis. Wajo, wat de hel is dit? Kijk dan joh, het is gewoon helemaal naar binnen geregend. Normaal regent het eigenlijk altijd die kant op, maar nu ligt alles binnen. Oké. Dat moet ik ook maar eens even opruimen. Wat de hel? Ik had wel gezien dat het aan het regenen was, maar dat het zo helemaal naar binnen waait, dat had ik nog niet gezien. Ja, kijk dan. Het is echt niet normaal hoeveel het regent weer vandaag, hoor. Zijn we weer lekker in Curaçao? Begint het weer lekker te regenen, hè, Simbi? Ja. Wil je nog wat zeggen? Ja. Mauw. Oké, even snel alle spulletjes opruimen. Voordat Claudia thuis komt. Zo, het is allemaal weer opgeruimd. Kan Claudia zo weer trots op me zijn. Als het goed is komt ze zo thuis en dan rijden we meteen door naar de sportschool. Claudia is thuis gekomen en ze vraagt wat ik heb gedaan. Ja. Je hebt er echt geen idee. Zo, dat betekent dat ik het ook niet had hoeven doen. Maar ik ben wel wat vergeten, namelijk de was aanzetten. Maar dat was het niet. Je salade opgegeten. Wat de hel? Maar jij vergeet wel eens te eten. Ja, dat klopt, maar ja. Waarom dat is het weken niet. Dan? Ja. De kijkers weten het. Nee, de kijkers weten het. Ja, want je hebt ze net verteld. Ja, dat klopt. Omdat ik het nog net heb gedaan. Dan? Aan schoonmaken. Maar er is net een schoonmaakster geweest. Ja, dat klopt. Maar wat heb jij gisteren gedaan voor ons? Je hebt iets afgewassen. Weet je hoe vies het aanrecht was? Oh mijn god. Oh mijn god. Ik zat tegen kijkers, Claudia is wel blij, maar... Ja, ik ben ook blij. Nou, dat blijkt maar weer. Weet je wat het is met elk huishoudelijk dingetje? Nee. Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht misschien dat dit jezelf... Dat jij doet, dan wil je een schouderklopje. Terwijl als ik dat doe, dan is het automatisch en dan... Niet. Ik geef ook altijd een complimentje. Oh, over elke keer dat ik de was heb aangezet. Of elke keer dat ik heb gekookt. Ja, maar de was aanzetten is wat anders dan... Kijk, was ophangen is wat... Dat is een grotere taak. Het kost wat meer energie om dat te doen. Maar het aanrecht is weer spik en span. Weet je hoe smerig? Het was echt heel smerig. Ja, die lasagne net... kom niet eens uit mijn woorden. Ja. Die dat was zo smerig. Er stonden twee pannen. Er stond een ovenschaal nog. Die hele bak stond vol. Dat heb ik expres gedaan. Ja, voor mij? Ja. Nou. Heb ik weer... Even gefixt als huisman. Gebeurt hier nou weer dan? Vliegt ineens een vogel naar binnen. Simba is ook klaar om te vangen. Oh, ik dacht, hij heeft hard even groen gekregen. Oké, je hebt hem. Oh, ja, maar hij vliegt. Je moet hem even dicht doen, schat. Ja, maar... Ja, je moet hem even dicht doen. Als je hem hebt, dan moet je hem even... Ja, zo. En dan breng je hem nu naar buiten. Dikke yoga. En natuurlijk blijft hij niet rustig op je hand zitten. Gaat hij vliegen? Ja. Oh, ja, daar gaat hij. Oh. En weg is hij. Ah, was wel schattig. Ja, misschien een nieuw huisdier, misschien komt hij wel weer terug. Dat zou wel vet zijn. Simba denkt, oh, waar is die, waar is die? Maar Simba, hij is toch al lang weg, joh. Helemaal met die poten, zo van. Simba gaat goed, maat. Je maakt wat mee hier in Curaçao, jongens. Dus twee keer, hè? Eén keer in het vorige huis.
En nu hier. Zou wel grappig zijn als die gewoon een keer terugkomt. Zullen we wat suiker voor hem neerleggen? Ja, maar dat is geen suikerdiefje natuurlijk. Schiet ook niet op. Zoals jullie zien is Claudia ook weer omgekleed. Dus is het tijd om te gaan sporten? Ja. Helaas. Helaas. Ik heb helemaal geen zin, maar goed. We gaan even kijken wat we gaan doen. Ik heb ook geen zin. Zullen we niet gaan? Wat zei je nou? Ik zei, ik heb ook geen zin. Zullen we niet gaan? Kan. Wat gaan we dan doen? Dat is echt niet oké. Waarschijnlijk gaat beachtennissen vanavond ook al niet door, omdat het zoveel heeft geregend. Waar ik wel van baal. Dus we moeten nu wel even sporten. Laat maar gewoon doen, dan zijn we er ook weer vanaf. Wat een lekker weertje, mensen. Onderweg naar de sportschool. En jij had wel een leuk idee, misschien voor de sportschool, dat we weer calisthenics gaan doen. Alleen dan is het misschien wel leuk. Vorige keer heb ik alleen jouw deel gefilmd natuurlijk. Oh ja. Beginnersniveau. Alleen misschien is het ook wel leuk om dan te zien zeg maar, wat er iets meer advanced is. Dus dan filmen we vandaag en jouw en mijne. Ja. En dan kun je dus een beetje kijken van... Weet je wel waar je dan begint en waar je dan ook naartoe gaat. Alhoewel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf ook ongeveer 3-4 maanden niet gesport. Ik wil zeggen, als je een paar maanden geleden dit had gefilmd, dan was het... Dan was het echt een groot verschil geweest. Het verschil is opzij. Je moet weer ergens beginnen. En zo is dat. Lekker weertje, koekenpeertje. Kijk eens even wat een water hier op de weg, mensen. Het heeft zoveel geregend vandaag, dat is echt niet normaal. Nee, zoveel hè? Ja. Ja, beachtennissen zitten ze zo niet vanavond in. Nee, mijn god, oh god. Je wordt niet blij van. Ik ben blij dat ik niet met mijn Starlet rijd. Kijk, want dat is dan zo'n autootje en dan... Het water is ook echt vies. Het is gewoon van de grond. Ja, maar we zijn bijna aangekomen bij de sportschool. Dus dan hebben we er geen last meer van. Weer terug van de sportschool en even helemaal omgekleed. En ik zat nog een beetje te twijfelen of ik vanavond nog ging beachen, omdat het natuurlijk zoveel had geregend. En we dachten, de velden liggen vol met water. Maar Mark is net naar het beachveld gereden. En hij zegt, de beachvelden zijn gewoon goed. Er wordt gewoon gebeachvolleybald. Dus ik ga zo even lekker die kant op en dan gaan we nog even beachtennissen. En Claudia blijft hier lekker chillen, thuis. Die is even lekker de verraders aan het kijken. Ik was uiteraard ook aan het meekijken. Maar het duurt zo lang met dat programma. Dus nu ga ik wel op naar de beachtennis. Denk je lekker te gaan beachtennissen, begint het knetterhard te regenen. Dus ik heb wel wat potjes gespeeld, maar niks gefilmd. Dus helaas niks voor jullie om te zien. Volgende week woensdag staan we er uiteraard gewoon weer. En dan proberen we het gewoon weer opnieuw. Mensen, ik ga jullie voor nu bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren, want morgen om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ajo, Temanjan. Oftewel doei en tot morgen.